Je kunt ook liegen terwijl je er staat. Natuurlijk niet goed, maar het kan, hè? Je kan ook leeg zijn op een moment, dat kan iedereen gebeuren. Dat je toch op de zondagochtend moet proberen de mensen te vullen. Anton, uit wat voor gezin kom jij? Een braaf katholiek gezin. 7 kinderen. 3 kleine kamertjes. Toen ik zeg maar 12 was, kreeg ik roeping. Heel lastig. Dus ik moest naar het gesticht. Of ik wilde eigenlijk naar het gesticht. Het leek me een mooi avontuur. Maar wat bedoel je met gesticht? Nou, het klein seminarie waar ik zat. Je gaat erheen met een nobel doel. Hè? Dat was het dan uiteindelijk toch wel. Maar je groeit er ook op in eenzaamheid toch wel. Ja. Dus die start van je leven geeft kleur aan je hele leven. Hè? Dat merk ik nu nog, dat je door dat begin een bepaalde sturing krijgt die ook heel anders had kunnen zijn als je gewoon op middelbare school in Rotterdam had gezeten. Maar door die merkwaardige, onnatuurlijke omgeving van zo'n seminarie groei je op als een ander mens dan wanneer je thuis gebleven was, te midden van het warme gezin. Dus ja, daarom gesticht, omdat er ook vervelende kantjes aan zaten. Dus bijvoorbeeld dat verdriet, maar ook ja, de seksualiteit was natuurlijk, laten we daar maar niet te veel over praten, omdat dat een golf van publiciteit gekregen heeft, natuurlijk vanwege het misbruik. Ja, dat was in die tijd. Dat ruikt natuurlijk niet helemaal fris. Maar kan je zeggen dat je dan een stuk van je normale jeugd hebt gemist? Ja, dat heb ik wel gemist, ja. Dat heb ik zeker gemist. Toen ik mijn gymnasiumdiploma had, ben ik nog even een blauwe maandag in Warmond geweest. Dat was het groot seminarie van het bisdom Rotterdam. In Warmond dacht ik, nee, dit is einde verhaal. Het was gewoon op. Het was gewoon op. Het was leeg. Ook bij mij van binnen. Dus het ideaal verdampte. Er was niets meer dan, jongens, dit is het niet. Dus, iets anders. En toen ben ik gaan studeren in Leiden. De tijd waarin ik vrienden en vriendinnen kreeg. De tijd van communes, van liefdes, drama's, verkeringen. Dan weer aan, dan weer uit. Feestjes tot vroeg in de morgen. De tijd ook van drugsgebruik en wel een beetje proberen zo. En het was zo'n clubje dat we daar bij elkaar hadden waar we eigenlijk ook veel goed werk mee deden. Ik zeg, er was eigenlijk een fase waarin ook de overheid niet meer zo goed, de instanties eigenlijk, de gevestigde instanties, niet meer zo goed wisten hoe het moest. En we sprongen daarin met hulporganisaties, vooral voor jongeren, Release en het JAK. Die kwamen toen overal op in allerlei grote steden. En ja, die zetten zich aan alle mogelijke problematiek die zich daar in jonge levens konden voordoen. Dus we hadden dienstweigeraars, een probleem rond abortus, incest, huisvesting. Illegaliteit was eigenlijk nog niet zo aan de orde, maar anders hadden we daar ons ook op geworpen. Dus we waren eigenlijk ook een kleine heilige, een beetje toch sociaal bezig. Een nieuwe roeping. Ja, eigenlijk een nieuwe roeping, ja. Ja. Op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met transcendente meditatie. Maharishi Mahesh Yogi, de goeroe van de Beatles toen. Die bracht dat naar het Westen. Eigenlijk een vorm van
mantra-meditatie die mij goed deed. En stevigheid gaf in mijn leven. Kijk, bij mij gaat het dan zo dat ik als ik daaraan begin en merk dat het goed is, dat het mij goed doet, dan is het ook bijna alles. Dus dan moet ik er meer van, hè? Dan moet ik, ja, word je hebzuchtig als het ware. Dus ik zat er al gelijk en een jaar later zat ik in Zwitserland. Een half jaar tussen de besneeuwde bergen en de ijsmeren zat ik te mediteren om verlicht te worden. Toen kwam eigenlijk toch wel weer bijeen dat ideaal van je jongenstijd, maar nu in een soort grote mensenvorm. Dus dat heeft mij wel een beetje het goede spoor gezet. En toen ben ik, goed, dat is dan weer 6 jaar later, priester geworden. En in 89 ben ik uiteindelijk op mijn 42e jaar priester gewijd. En heb in Berg op Zoom, in Hoeve, in Berg op Zoom en Breda en in Oosterhout gewerkt. Ik heb eens ergens gelezen dat iemand zei, jongens die naar het seminarie gaan, hè, als je 11 jaar, hè, die naar het seminarie, daar klopt al iets niet mee. Daar zit al een draadje aan los. En hoe bout dat ook klinkt, maar ik geloof daar wel in. In die zin, ik ben toch eigenlijk altijd alleen geweest. Ik ben toch een beetje een Einzelgänger. In Berg op Zoom heb ik zo'n beetje het parochiewerk geleerd. Daarna mocht ik van Muskens, de bisschop, nog wat studeren. 2 jaar naar Rome. Heerlijk. 2 jaar in die grote stad. En ik kreeg de gelegenheid om op academisch niveau mijn studie af te ronden. Hè, zeg maar doctorandus te worden. En daarna in Breda 10 jaar gezeten, dat misschien toch wel een beetje de langste periode. Met het kathedraal worden van de Antoniuskerk en het oprichten van het stadspastoraat en het studentenpastoraat hebben we daar toch wel veel werk verricht. Een stadspastoraat was eigenlijk het zoeken naar de markt waar mensen elkaar ontmoeten en daarop inspelen met een poging om de rijkdom van de kerk, van de traditie, de cultuur, hè, om die aan te bieden en met elkaar opnieuw te ontdekken. Het mooiste van deze kerk is eigenlijk de binnenkomst van de straat af. Dit verwacht je niet. Zo'n klassiek bouwwerk, zo'n prachtige brede kerkzaal. Er lag geen vloer in, dat was allemaal zand hier. Met vlonders en banken. Een vloerverwarming. De preekstoel moest naar achter, een stukje. Orgel moest geplaatst. Een nieuw altaar gemaakt, bisschopstoel, lezenaar. Ja, dat vond ik heel leuk, die combinatie tussen bouwen en inhoudelijk bezig zijn. Je merkt nu dat de kerk weer wat voorzichtig zich terugtrekt op oude stellingen. Dit toch wat experimentele, ecumenisch gedoe vond niet veel genade, dus het is ook verdwenen. Maar vind je dat niet jammer? Je hebt er 10 jaar van je leven in gestopt. Ik vind het heel jammer, ja. Ik vind het verdrietig. En ja, ook simpel zonde van het geld. We hebben daar nogal wat geïnvesteerd. Echt miljoenen, hè? Er kwam een andere bisschop. Toen werd eigenlijk de stekker eruit getrokken, zo kun je het zeggen. Boos? Nou, ik was wel boos, ja.
boos omdat ik niet goed zag wat er nou voor in de plaats kwam. Want nogmaals, het is nu wat stil geworden, vooral stil. Museum. En de kerk moet geen museum zijn. De kerk moet plaats zijn waar leven is. Dus we hebben jaren in het stof en in het lawaai gezeten. En daarna daalt de rust neer. En dan zie je wat er gebeurd is. Mooi. Maar op een zeker moment moet je afscheid nemen hier. Ja, nou ja, het is niet van mij. Het is ook niet... Had je langer door willen gaan? Nee. Voor mij was het goed. Ik had er wel mijn bedenkingen bij of ik geschikt zou zijn voor dat pastorale, herderlijke vak. Want ik kan behoorlijk chagrijnig zijn tegen mensen. Er kwamen mensen aan de deur, zwervers. Ook in Oosthout nog, die zeiden: ja, maar u moet aardig zijn tegen mij. Dat staat in het evangelie. Ik zeg, dat staat nergens. Ik kan me nog herinneren dat ik in Berg op Zoom, pas priester, dat ik stond op de preekstoel. En er was, ik had dus iemand opgevolgd. En aanhangers van degene die ik opgevolgd had, zaten in de kerk op de tweede bank. En die waren vastbesloten om dat een beetje te saboteren, mijn optreden. Dus die zeiden na 2-3 zinnen, wat saai, hè? En dan heel duidelijk hoorbaar, het is dodelijk. Want dan denk je, oh mijn god. Maar ik geef maar aan, het is een spel. Het is natuurlijk een heilig spel van de ene kant, maar ook een menselijk spel. En je moet daar je rol in spelen. Ook een toneelspeler, moet rollen spelen die hem van nature niet zo goed liggen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je die rol niet kan spelen. Dus in die zin zeg ik, ben er ongeschikt voor. Ja, er zijn ook kanten in mij die je nou eigenlijk moeilijk kunt verenigen met zo'n heilig priesterschap. Maar dat wil niet zeggen dat je met de mogelijkheden die je hebt er toch iets van kunt maken. Wat is jouw bijdrage geweest aan de samenleving tot nu toe? Nou, magertjes, denk ik, maar... Ik ben er geweest, hè? Of ja, ik ben er nog. Maar doordat ik er ben en doordat ik er was, heb je bijgedragen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik nu een speciaal monumentje verdien voor iets wat ik gepresteerd heb. Nee. Laat maar, het is, ik ben een voorbijganger eigenlijk. Kijk, een klein steentje. Het is niet mijn idee hoor. Toch een bewijs dat ik langsgekomen ben. Hè? Alles vergaat, maar ja, dit ook. Een spoor nagelaten. Anton, als je nou een cijfer aan je leven zou mogen geven, wat zou dat zijn? Laten we zeggen 8-. 8- is genoeg. 8 omdat ik van het leven genoten heb. En een min omdat, ja, het had altijd beter gekund. Ik vind het wel een hele fijne periode om nu te leven. Ik bedoel, de leeftijd. Hè, 66, er is iets voorbij. En er komt nog veel. Maar je voelt dat het leven rijker is geworden. Met al die lagen die zich naast elkaar hebben gelegd. Met je littekens. Ook met de herinneringen aan het plezier en de vreugde. Is het leven een voller akkoord geworden.